Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Ik heb vandaag een shoplog voor jullie. Ik heb de afgelopen paar weken een paar nieuwe lakjes gekocht. Dat zijn deze. Wat spulletjes van Essence. En mijn vader is op vakantie geweest naar Schotland. En hij kwam met een hele tas met nagellak voor mij thuis. Dus ik ga jullie vandaag laten zien wat ik allemaal heb gekregen en zelf heb gekocht. Oké, ik heb even alle lakjes uit het tasje gehaald, zodat je niet elke keer het geritsel hoort. Ik ga beginnen met wat dingetjes die ik een paar weken terug bij de Kruidvat kocht. Een lakje van Essence. Dit is Let's Get Lost. Het is een mooie blauwe kleur, die had ik nog niet. En er was een aanbieding van 2 lakjes voor €3. Dus samen met dit lakje, Headphones On, ging je mee naar huis. Dit is een zwart lakje met zilveren glitters. En bij de Kruidvat kocht ik ook nog 2 stamping plates. Dat is een beetje lastig te zien. Hier zit onder andere zebrapint op, kerstjes, een hartje, bloemetje, strikje, etc. En de volgende zit ook figuurtjes op. Zo'n corsettenbandje, hartjes, een snor, die is erg grappig. Lollies, een vogeltje, een aardbeitje. En dit zijn dan de nieuwere plates van Essence. Dan kocht ik ook nog bij de Kruidvat deze Essence Nail Art Stampy Polish. Het is gewoon een zwarte stamping lak. Stampy Black staat er ook op. Maar dit is een mat lakje. Ik weet nog niet precies hoe die eruit ziet. Dat ga ik nog even testen voor jullie. Maar ik was erg nieuwsgierig. Bij de Action kocht ik een lakje van Rimmel en een lakje van Maybelline. Dit lakje van Rimmel, dat is een French White Tip Pro lakje. En ik dacht gewoon dat het een witte nagellak was, maar het blijkt een strijper te zijn. Dus dit lakje heeft een heel dun kwastje. Altijd handig voor witte strijpers. Dan kocht ik ook nog dit lakje van Maybelline Color Show. Dit is een polka dot lakje. En de naam die zit precies onder het stickertje verstopt, zie ik. Even kijken of ik hem er snel af kan krijgen. Trekt mee. Even kijken hoor hoe deze heet. Dit lakje heet Chalk Dust. En dit zijn dus zwart en witte glitters. Via Born Pretty Store kreeg ik dit lakje. Het is het merk Sweet Color. Ik ken het verder niet. Ik ga het voor ze uittesten. Erg jammer vind ik wel dat het dopje er zo beschadigd uitziet. Het ziet er een beetje uit alsof hij al heel vaak gebruikt is. Jammer genoeg. Je mist ook... wat stukjes. Ik ga hem nog voor jullie uittesten. Dus dat gaan jullie nog zien. Dan kocht ik bij de Big Bazaar. Daar heb je deze week actie van OPI lakjes. En die kost €4 per stuk. En dan kun je er 3 voor een tientje aanschaffen. Ik kocht deze 3 in Zaandam bij de Big Bazaar. Dit is... Even kijken hoor. The Glittering Night. Het is een zilver-zwart glitterlak. Dan kocht ik dit mooie blauwe glitterlakje. En dit is Blue Chips. En een mooi turquoise kleur. En dit is... Even kijken. Dit is Fly. Dan kocht ik in Amsterdam een gele tint en 2 groene tinten. Het gelige lakje, dat is... Plant One On Me. Dus een lichtgelige pastelkleur. Dan heb ik een beetje een lijmgroene kleur. En dat is Did It On Them. En als laatste een felgroen lakje. Die vond ik leuk voor de zomer. En dit is Front Lawn. Dat is leuk als grasveld bijvoorbeeld. Dan ga ik verder met de lakjes die mijn vader voor mij heeft meegenomen uit Schotland. Als eerste dit leuke setje, Mix It Up Nails. Er zitten 3 lakjes in. Een rozige, een goudkleurige en een donkerblauwe. Ik heb het nog niet echt opengemaakt eerlijk gezegd. Dat ga ik nu even doen. En ze zit echt strak in de verpakking. Ik kan niet zo snel een naam ontdekken. Maar het lijkt me wel erg mooie lakjes. Vervolgens deze 2. Dit zijn van het merk Collection Lasting Gel Colors.
Even kijken, er staat boven Easy White Brush Gel Technology. Het zal dan een wat breder kwastje hebben. Inderdaad. En dit is een mooi roze kleurtje. En dit lakje heet Chiffon Haze. En vervolgens dit mooie kleurtje. Dus van hetzelfde merk. En dit is Soft Peach. Dan krijg ik drie lakjes van het merk Gallery Colors, dat zegt me ook helemaal niks, maar ook deze zijn erg mooi. Dit is een mooie bordeauxrode nagellak en dit is Damson Crush. Ook een mooie zilveren en deze heb ik al uitgeprobeerd en deze is ontzettend mooi. Dit is Silver Moon. En als laatste een paarsige en dit is Blue Moon. Waarom hij Blue Moon heet is me een beetje raadsel, want het is echt een paarsige kleur. Maar ik ga het nog merken als ik hem ga swatchen. Dan krijg ik drie lakjes van het merk Revlon. Dit is een mooie metallic groene kleur. Star Attraction is een collectie. En dit is Reality Star. Een hele mooie kleur. En een bruinige metallic tint. Is ook erg mooi. Star Crush. Dus die is ook van de Star Attraction collectie. En die is ook van de Star Attraction collectie. En dit is een paarsige, een donkerpaarsige. En dit is ook Star Watch. Wat ben ik nou de hele verkeerde naam aan het lezen? Even checken hoor. Nee, volgens mij is het echt gewoon Star Watch. Oh ja, de andere is Star Crush. Ik dacht even dat ze hetzelfde waren. Mijn fout. Dan heb ik vijf lakjes van het merk Work the Color. Dit ken ik ook helemaal niet dit merk, maar het zijn ook erg mooie lakjes. Dit is een metallic groene en dit heet Peacock Green. Heel mooi lakje. Deze vind ik ontzettend mooi. Dit is echt een lichtblauwig lakje en er zit een beetje rozige shimmers in. En dit kleurtje heet Fairy Dust. En dan hebben we een blauwe metallic, die is ook erg mooi. Blue Bell. Een wat lichtere kleur. Dit is Fool's Gold. Een beetje een goudkleurig lakje met shimmer. En als laatste een oranje metallic tint. En dit is Scorched Copper. Verder ken ik het merk niet. Dus ik moet nog even afwachten wat de kwaliteit ervan is. En dan een hele stapel van een ander merk. Dit is het merk Yes. Het is een beetje lastig te lezen. Yes Nail Polish. En dat hebben ze dus in Nederland ook niet. Maar in Schotland blijkbaar heel veel. Dit is een heel mooi blauw glitterlakje. Dit is Ibiza. Dit is een multicolor glitterlakje. Met onder andere gouden, rode, zilver. Ja, glitter zit allemaal in. Rock Chick. Erg leuke glitterlak ook. Dit is een donker rood lakje. En dit is Mold Wine. Heb ik nog een glitterlak. En dit is met zilveren glitters. Ook met groene glitters, blauwe glitters en rode glitters. Zie ik erin terugkomen. Dit is Flash Harry. Een groene glitterlak. En dit is Bling. Een paarse glitterlak. Dit is Secret Crush. Dit merk heeft erg veel leuke glitterlakjes. Dit is een beetje een koperige glitter. Dit is Boho. Ook een mooi goud glitterlakje. Dit is Celebration. Een lichte, wat is het? Ja, roze, lichte roze glitterlak. Dit is Party Girl. En als laatste nog een multicolor glitter. En dit is Rainbow. Het merk Yes heeft dus, daar heb ik nu vooral veel glitterlakjes van. Ik weet niet of het dekkende glitters zijn of dat het glittertoppers zijn. Maar dat ga ik nog allemaal uittesten. Dus dat kunnen jullie later ook nog lezen. Als laatste, en dat zijn lakjes waar ik heel blij mee ben. En dat zijn Barry M nagellakjes. En daar was ik al de hele tijd op zoek naar, maar in Nederland verkopen ze ze niet. En in Schotland is er dus een winkel van Barry M. En ze was zo lief om een paar hele mooie lakjes mee te nemen. Ik had geen voorkeuren opgegeven, dus hij heeft ze zelf om uitgekozen. Hele mooie lakjes. Even kijken, dit is Pacific. Een hele mooie blauwe
blauwe kleur. Paarse glitter. Dit is magenta glitter. Maar ook heel mooi. Nog een andere glitter. Is een beetje ja, blauw turquoise glitter. Dit is aqua glitter heet dit lakje. Lijkt me ook ontzettend mooi. Dan een lakje met feathers. Even kijken hoor. Dit heet Confetti Nail Effects. En dit lakje heet Licorice. Dus een, ja, een zwart-witte featherlak. Nog een heel mooi licht kleurtje. Beetje duochrome is dit lakje. Dit is Mediterranean. Een heel mooi kleurtje. En als laatste nog zo'n wederom een mooi kleurtje. En dit is Arabian. En tot zover de shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Mochten jullie nieuwsgierig zijn naar een bepaald lakje, laat het even in de comments weten. En dan ga ik proberen om dat lakje zo snel mogelijk te testen voor jullie. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.